Ik ben Peter Zwaan, ik ben geboren in Rotterdam en ben in Den Haag gaan wonen en heb gestudeerd aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Na de academie kreeg ik zin om stukken uit schilderijen te gaan zagen om er ook echt diepte aan toe te voegen. Daaruit is eigenlijk ook mijn huidige werk voortgekomen. Een visvork, een opdracht voor Deloitte. Die hebben mij gevraagd om voor een grote muur in het restaurant van het bedrijf een groot werk te ontwerpen. Nou, hier liggen allerlei voorbeeldfoto's. Ik gebruik altijd heel veel verschillende foto's van allemaal verschillende vissen om uiteindelijk uit iedere foto haal ik dan wat ik interessant vind. Dit was eigenlijk het allereerste schetsontwerp. Ja, ik ben toen ik het ontwerp gemaakt had, ben ik eerst een beetje gaan spelen met een afgietsel van een vork en daar een visje aan vastmaken om te kijken op wat voor manier je de vorm van de vork en de vis het mooiste zou kunnen combineren. En hij heeft deze eigenlijk gediend als basis voor het grotere schaalmodel wat daar hangt. En op basis hiervan heb ik de grote vorm omgerekend naar de schaal die het uiteindelijke werk zou moeten krijgen. Ja, het uiteindelijke werk ben ik dus begonnen door een tekening te maken op ware grootte. Naar aanleiding van het schaalmodel hier op de muur. En ik ben toen begonnen met het bouwen van een houten skelet. Daar heb ik blokken schuim opgeplakt. En daar ben ik de vorm uit gaan snijden en schuren. Nou, september 2010 ben ik echt begonnen met het, na alle voorbereidingen, met het bouwen van het uiteindelijke werk. En hier kan je nog de epoxy met glasvezellaag zien. En de kop, die heb ik gemaakt van plasticine. Dit is nog een. Hier is hij nog wat grover. Plasticine is een klei die niet hard wordt. Dus waar je makkelijk aan door kan blijven werken zonder dat hij uitdroogt terwijl je bezig bent. Nadat het boetseerwerk aan de kop klaar was, heb ik een mal gemaakt van de kop. De kop eerst met een dun laagje siliconenrubber overgoten, zodat alle details gepakt worden. En daarna een epoxy steunkap eromheen. In twee helften. En in die mal heb ik de uiteindelijke kop van polyester gemaakt. Dit zijn alle restjes van bakjes waarin de kleurtjes gemengd zijn. Ieder kleurtje moet je apart aanmaken. Steeds in kleine hoeveelheden. Nou, de kleurlagen die zitten er nu in de vin. En om hem dan stevigheid te geven, moet er straks nog een laag glasvezel in de vin gedaan worden. Nou, dit is het. Het oog voordat het ingegoten kan worden in transparante kunststof. Nou, ik ben dus op dit moment bezig om de schubben voor te bereiden. De schubben zijn allemaal losgemaakt plastic, transparant plastic met primer erop en daar overheen een laagje bladaluminium en dan een klein randje transparant gelaten. Hoe heb je gewoon nodig? Hoeft nog geen lijm. Ja, ontvet worden. En dan nog even goed kijken, schub op de juiste plaats houden. Ja, ik ben nu bezig om de lijm voor het aluminium wat op de vork komt erop te smeren. De schubben zitten er nu bijna allemaal op.
moeten er nog een paar gedaan. En als ze er allemaal op zitten, dan zijn het er een stuk of 500 die er allemaal met de hand één voor één opgeplakt zijn. En dan een spannend moment. Het openmaken van de mol van de ogen. Vooral, dat moet je niet doen. Ja. Deze gaat. Grappig is dat van. Die net een beetje slap hangt. Ik op het strand gelopen. Ja, ik heb zo lang zo hard aan dat ding gewerkt. En ondanks dat het erg gaaf was om te doen, zat er natuurlijk ook een hoop werk bij wat na verloop van tijd vervelend werd. Zoals vooral heel veel schuurwerk, bijvoorbeeld aan de vork en aan de. Dus vandaar opluchting dat meer dan een jaar dat die gewoon af is en vandaag de deur uitgaat. Kijk, daar is hij. Ja, toen was hij nog een klein loop. Ik heb er nog één. Dat zou ons al op internet te verspreiden zijn. Draai een keer. Draai hem onderdoor. Ja. Rikkie die ook. Oh, rustig hoor. Achteruit. Kan niet. Ik hoop het niet. Dan moeten jullie iets zouden rijden. Ik ga het maar nemen. Dat is makkelijk, hè? Ja, beste luis. Zeg maar wat jullie zijn. Ja, spannend. Echt spannend. Je weet dat het er goed zou gaan. Ja, kom maar. We zijn nu aan het eind van een lange race van anderhalf jaar. Het zijn de laatste meters. Ja, en als je dan nog struikelt. Nou, dat is ook zo. Volgens mij is het resultaat al zo overweldigend. De meeste mensen zullen dat denk ik wel erg leuk vinden. Het wordt een grote verrassing.
Het heeft bijna anderhalf jaar geduurd, een enorme inspanning. En ik ben buitengewoon nieuwsgierig om het nou samen met jou te gaan onthullen en te zien hoe het nu eruit ziet hier in deze. Zo'n verhaal moet beginnen. Maar als allereerste begin was er natuurlijk een schetsontwerp. Maar op basis van het verhaal.